Ja, hier is bocht 1 gewoon overleven, niks geks doen. Ja, precies. Goed. Gaan het zien. Veel plezier. Yo. Yes. Ja, veel plezier. Succes. Oh! Wat? Ik ben er. Ik vind het redelijk goed volgens mij. Ja, ik heb zelf een moment daar. Dat was echt verschrikkelijk en daarom moest ik gewoon op de rem. Even blokkeren. Jezus, dat is last. Ja. Ja. Jongens, pas op. Ja, wel een safety car, jongens? Ging mijn voorvleugeltje al. Oh, de rijstelling is begonnen, jongens. Hoe hoor je dan bij elkaar? Wij zijn de personen die hier gewoon racen. Ik rem heel vaak in die bocht omdat ik gewoon niet helemaal goed aan het opletten ben en dan vergeet ik dat ik alweer, dan ben ik alweer te laat. Wow, dan vind ik hem goed op, hé. Ja, ik heb ook last van hem. Ja, angstvallig dichtbij. Ja, iets angstvallig. Hoe ik hem daar uit de muur heb gehouden. Oh, de tering. Ja, ik heb hem uit de muur gehouden. Daar had ik me toch een moment. Ja, kan. Dat is het voordeel van met een controle. Dan kun je gewoon in één keer volledig naar links flikken. Oh, kut! Hoe heb ik geen schade aan mijn vleugel? Bij mij zit je niet in de muur, hoor. Door die... Hop zich als een eerste penalty te pakken, zie je? Ik heb een penalty. Ik heb nu alweer vleugelschade namelijk.
4 meter in de pits. Ja. Dat is vroeg. Strategie. Een hele domme vraag. Kijk, dit is zo kut, ja. Dus jij gaat voor de undercut, of niet? Ja, fucking hell. Dat is zo kut. Dan heb ik stickdrift en dan wil die nog niet eens, half lokken. En dan kan ik gewoon die bocht niet halen en dan sta ik daar gewoon stil. Ja, daar gaat mijn eerste stop. Niet het begin wat je wil hebben. Go now. Maar je moet de puttenkoos. Ja, vleugel beschadigd. En daardoor red ik een bocht niet en nu was ook de andere kant van de vleugel beschadigd, dus... Dat is niet te doen hier. Toen heb ik het gevoel alsof ik op schaatsen sta, man. Godsamme zeg. De mediumband. Poeh! Normaal zo vroeg in de race, dat is zo goed hier. Is 37.9 seconds. Ik heb al een paar keer gehad dat ik naar een neutraal door terugschakel. Ik ook. Ben je happy? Wow! De nazi, ik kan niet zien! Spijt me! Enorme man, ontzettend bedankt! Ja, de donatie gaat volledig naar Stichting Save the Children. Super bedankt daarvoor. Ik kan niet zien wie je bent, maar dankjewel. Ik moet echt heel erg opletten. That's it. Come live streams. Thank you. Thank you. Infinity bedankt! Infinity! Mijn vleugels beginnen ook langzaam geel te kleuren. Ja, dat probleem had ik dus ook. Dat wil je hier niet hebben. Ik zal meteen een prachtig stuk blaas. Oh, je gaat er binnen. Oh, goed.
ik zit in die Dirty Air en dan is dat uitaccelereren zo verschrikkelijk. Oh, dat is eng, jongen. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. Ik heb zo'n hekel aan gasgas, ik heb er geen lekker rempen. Ja, ik bleef, dan kom ik zo dichtbij en dan zit ik alweer in de laatste bocht dat ik weer gewoon bijna niet uit kan accelereren. Kijk, zelfs in de game moet je echt gewoon een flinke advantage in pace hebben, wil je überhaupt proberen in te halen. Ja, terecht ook wel. Dan haal je nog wel eens dat, dat het in de game nog echt een stuk makkelijker is, maar dat is hier niet tussen de zon. Oh, ik zweem me kapot, jongens. Ja, dan ben ik even tissues erbij. Ja. Hey, er is weer een donatie. Ik kan heel even niet zien wie. Spijt me, maar dankjewel. Oh nee, ik heb weer. Ik heb volgens mij echt weer grote wing damage. Oh nee. Huh? Waarom draait hij zo slecht dan? Robert, dankjewel. Wordt enorm gewaardeerd, man. Dankjewel voor je donatie. Het gaat allemaal naar 77 Children. Ik op de hard. Ja, ik had schade. Ik zag de MFD optie available. Ik dacht, hoppa, klik maar. Want het zat echt een meter voor de pit. Ja, het was hard. Dat is zuur. Ja, ik kan hier precies voor mee uitrijden nu. Ja, dat kan wel, maar ik krijg toch nog wel schade. Dus, Ik zou daar nooit op gokken. Oh, wat de... daar was ik echt een stukje aan het schaatsen. Ja, die nieuwe bandjes, als je net die eerste van bocht hebt... Ja, dat is verschrikkelijk. De hard of de medium is ook? Allebei. Beide. Oh, ik ga het Dank je, Blast. Dankjewel, Zeewatser. Wait.
catch the only car ahead, but be aware that these tires need to last till the end of the race. Doe maar op het rechte stuk smash. Oh. Ja, oh, ga maar. Ja, dank u. Oké. Okay. Oh. Nee, jij niet. Ik zeg nog geen nummer 2. Is oké, okay. Ik ben nog heel. Dat is leuk. Dan gaan we die hartje goed thuis, zeg. Maar je hebt toch op hard. Ik rij op hard, ja. Oh, jongens. Oh, Bles, wat doe je, jongen? Nee, ik word de kant gaan. We hebben de moeite. Our gap to the car in front is 7.2 seconds. Wat voor skill-tactiek doen. Nou? Skit heeft hem gewoon uitgereden volgens mij, toch? Ja, dat is ook een saaie zetten. We hadden helft jou er ergens langs laten. Ja, dat is een goeie. Dat is een eigen kutzak namelijk. Ga maar nu. Oh, goed. Heel, dankjewel. Ja. We're trailing our teammate by 35.2 seconds.
Oh. Oei. Pas op, Blast. Blast? Sillow is dat. Oh, Sillow is het. Jezus. Ja. Ik dacht dat het achterliggen was. Nee, ik ben het gewoon weg. Ongeluk gehad? Nee, ik kom naar een reguliere pitstop. Maar ik ben door. Huh? Als ik beter wil, mijn hele volvleugel. Oh, daarom. Ik wou net zeggen. Yes. Gap to go in front is 1.6 seconds. Hartstikke blauwe vlag, want dat krijg ik wel dan. You're increasing the gap on the car behind by 5 tenths per lap. En geldt nog geen blauwe vlag. Yep, daar is er weer eentje. Ik hoorde hem gewoon, kak. Ja. Ik hoorde hem zelfs voor me. Ik rijd 2 seconden ervoor en ik hoorde hem nog. Ik heb nu ook al 2 keer op die herping kapot gemaakt. Ja, het is zo verschrikkelijk, jongen. Dat ik hem gewoon niet kan halen soms, omdat mijn stickdrift gewoon niet toelaat. Dat ik geen full locker krijg. Zo kut. Ik ga nu maar gewoon even door, want... Ik heb ook geen zin om deze te gaan. Kijk stoppen. Even hoe het gaat, man. Ja, als die heels kunnen, gewoon redelijk komt. Ik weet niet of ik dat voor jou aanneem. Okay, take it easy. Oh jee, een wilde heels. Geitje blast. Meneer Rocket. Geen haast, hoor. Nou, dat is een mooi plekje. Hier, denk ik. Hier. Ja. Twee Renaults driftend over het circuit. Zeker, hè? Om even te laten zien dat we in controle zijn van onze auto's. Net als Max. Ah, dit was even de laatste bocht. Oh, dat was bijna mijn race voorbij. Strong. Hier langs? Ja, ik kom links. Heel erg wel. Deze bocht is echt vervelend om te nemen als je schade. Welke? Na dat eerste rechte stuk, zeg maar, als je de heuvel opgaat. Casino. Dat denk Casino ik. Square.
dat was weer mijn frontwing. De tering zeg. Ja, het is kut hè. Nou, ik ga wel naar binnen, want dit is sterk. Is dit een Lewis Hamilton dag voor jou? Ja, dit is echt een Lewis Hamilton dag. Jongen, jongen, jongen. Verschrikkelijk. Ja, ik heb dit even makkelijk. Sunil is natuurlijk ook niet bij. Die mis ik natuurlijk ook alweer. Zeven is een beetje een onderkant. Dus dat is een beetje Charles Hamilton. Moet je wel even bedenken dat er maar 10 meedoen, hè? Is... Ja, 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 ik weet het, ik ben vernederd, maar... Okay, dan gaan we Raccoon ook nog even pakken, want dit kan er niet. Eerst even driften door het casino heen met nieuwe bandjes. Lefgozer. Dat moet ik verliezen. Huh? Dat is een kut timing. Ja, zeg dat wel. Ik rijd net pits erbij. Sorry man, sorry. Oh. Ah, dat maakt niet uit. Zag die Koos denken. Hij wilde het... Ja, ik zat te denken. Ja, Koos reed nog achter mij. Ja. Ik reed hem er bijna in. Dat is wel een goede schijnbeweging geweest. Ja, ik zat echt te twijfelen. Ik wist het nog niet. Maar ik heb een benzine sparen. Wel nodig op dit circuit. Ja, hij loopt best wel hard omlaag bij mij. Ja, bij mij, ik begon op plus 2, want ik wist dat van de vorige race dat je best veel fuel nodig hebt, maar ik zit nog maar op plus 1.2. Oh, ik heb nog maar 0 plus... Zonder rits gebruikt te hebben, dat soort ding. Ja, ik ook, ik zit nog maar op plus 1.01 heb ik nog. Als je op staal rijdt, dan doet die 3 laps extra. Hè? Dat is natuurlijk een beetje... Staal op min 5. Mijn zei ook gewoon, mijn engineer zei over jou enjoy, ja, dat ze deze auto gaat problemen krijgen met fuel aan het einde van de race. Dat doet het altijd, alleen ik dacht omdat in de kwalificatie gewoon minimale fuel. Ik denk, ik kan het in de race ook wel. Nou, succes nog mannen. Yo, dankjewel. Thanks man. Thanks. Oké jongens, niet doorzetten voor het zeven, ik heb fuel nodig. Je kan niet bij, je wil gewoon op lier rijden. Ja, nou, tijdens de safety car dan kom je wel redelijk wel weer, kun je meestal wel een lap 2 terughalen. Ja, ik ga er gewoon vanuit dat ik gewoon nog een aantal keer een nieuwe voorvleugel nodig heb, dat Kerstman gaat lappen, dus daar doe ik het een beetje voor. Dat is ook wel een goede, ja. Als je gewoon gelapt hoort, dan dat scheelt ook wel, ja. Waarom? Blaas, laat maar even bij je in de tunnel, jongen. Ja, dan moet je echt geen fouten maken. Ik heb soms heb ik een probleem. Ja, ik rijd snel naar die twee voor me toe. Dat is de doelstelling. En die twee daarvoor, die moeten er even aan. Ja, dan is het erbij rijden. Dat is nog een tweede, hè? Nou, we zijn allebei 3 seconden penalty. Ik blijf gewoon lekker achterrijden, joh. Meisje, nog een minuutje, hè? Dat heb je weer gehad. Ja. Dankjewel. Lekker smash. Ja, volgende ook maar. Yes. Dat is hoe je het doet, smash! Ik ben trots op je, man! Ja. Ging bij skate ook heel goed, moet ik zeggen, de blauwe vlaggen bij iedereen. Ja, ik heb skatevoorbeelden zien geven. Die stond op een gegeven moment stil langs de kant van de weg. Ja, dat hoeft ook weer niet. Je hoeft niet de ANWB te bellen of zo, maar... Ja. Ja, Lars had je in het begin, maar die had ik al 3 keer gelept in de 5 rondes ofzo. Dus daarom is dit deze. Daar heb je natuurlijk echt geen plezier meer aan het rijden als ze zo vaak gelept wordt. Ja, maar dat heeft Lars wel vaker, maar toch blijft hij altijd wel meedoen. Maar... Ja. Mima had er ook nooit problemen mee. Inderdaad. Nou, Niels in de hairpin.
Nee. Laten we dat maar even niet doen, hè. Bij het bruggie. Oh, ik heb bij die vorige boog zo dichtbij, maar hier dan raak ik gewoon zo hier, kwijt. Hier gewoon aan de rechterkant gaat staan. Smet, jongen. Hé, hey, mijn vleugeltje is al naar de gel. Ik heb nog geen zin om de binnen te doen. Net dat hij bij mij donkergeel, ja, dan wordt het wel erg. Erg vervelend om nog te kunnen rijden. Ja, dat word ik. Dat kun je me niet. Oma. Ik zit nu wel weer op een normale strategie, want dit medium staat einde van het rondje. 22 met pit volgens mij op 21. Ik trek zeg maar naar medium staan. En dan hoop ik dat ik hem uitrijd. Dan heb ik altijd nog softs achter de hand natuurlijk. Yeah. Ik heb nu zo'n grote gat achter me dat ik straks voor de snelste ronde wel even kan gaan. Een blast project straks ook eventjes. Ja. Yeah. Hey, oh. Koos. Ja, ik maak een fout. Ik ben een beetje aan het glijden. Nou ja, niet meer schade dan de eerste. Nou, vraag maar naar binnen dan, ja. Waar is Jeff er klaar mee? Zegt hij nou, nu moet je gewoon. Ja, hij moet maar om de 5 seconden duur, want het change strategy is. Dus. Ik heb de hint, maar moet. Oh, die naam is die zo kussen. Ja, dat was een koorlijkertje. Dat was dan wel duidelijk. Gewoon geen medelijden ook, hè? Gewoon gelijk. Wat? 3 seconden of wat? Ja. Haal 6. Dus. Ik kom elke keer dichtbij bij Koos in deze bocht en dan kom ik daarna niet meer langs. Oh. Wat deed je nou? Ik zat er aan de binnenkant, maar er was geen ruimte meer. Dus toen raakte mijn achterband de muur daar. Oh, gelukkig. Ik heb jou niet geschept. Ja, je hebt me niet verder geraakt. Het gaat me alleen gewoon 5 mm. Maar dat is niet echt. Dat mag. Ja, ik wilde echt wel eerder naar binnen gaan, maar dan had ik echt gewoon finaal de muren gewassen. Ja, dat was het de muren. Les, ik kom links. Ja, dankjewel. Yes. Dat is een klein kort trick stukje. Hier, man. Dat ben ik wel. Dank je, Smash. Yes. Dus het is mijn stuur aan het vastrijden met de schopperdraaien. Waarom krijg ik groen? Huh? Ik krijg een blauwe vlag, maar alleen Rekundo gaat me voorbij. Ja, die neemt daar goed gebruik, maakt daar goed gebruik van. Nee, maar van wie heb ik een blauwe vlag dan? Niet van niemand. Je had geen blauwe vlag. Blast moest jou voorbij laten. Dat was voor Blast, die blauwe vlag. Nee, ik kreeg ook een blauwe vlag in één keer. Kijk maar bij mij in beeld. Ja, was dat de approaching backmarkers of? Ja! Oh kut, ja! Laat maar. Nou, dat is echt je eigen schuld. Ja, zeker. Ja, die realisatie. Dat is even die focus op de baan, hè? Ja, dankjewel. Sportief. Toch aardig dat je dat toch weer teruggeeft, hè? Kijk, en nou, nu is het al om, Koos. Seconds. Oh, daar had ik weer een moment.
achterhoek. Kijk hier, dat is caps, als één ronde extra speling weer, dat gaat goed. Hoppa. Dus ik ga het rest van muurstuk gebruiken. Gaat twee opa's door de hairpin. Ja, ik wou net zeggen, man. Ongelooflijk. Maar je wil je vleugel gewoon niet beschadigen. Nee, ja, daarom. Ja, ik heb al een keer stilgestaan en dan ben ik gewoon achteruit gereden. Ik heb plek moeten stoten om de fucking hairpin door te komen. Het voelt alsof dat niet het moeilijkste zou moeten zijn voor deze track. Nee, daarom. Dit is gewoon full lock. En dat is het gewoon. Maar dat kan niet. En zelfs dan red ik het niet eens. Hey, Dark. Je verstuurt het verkeerd aan jezelf of zo. Ja, misschien. Ik ga er ook gewoon doorheen met 40 km per uur. Ik krijg stilstaand. Achter de koos. Ik heb mijn stuur op 360 graden staan. Ja, ik heb 72 zelfs. Volgens mij. Oké. Okay. Ik heb bijna mijn schouder te krijgen van de stuur de hele tijd. Dan heb ik iets minder met controle nu. Ik heb vooral last van mijn vingers nu. Wat daar? Hoe was dat? Wat een gezellige processie zo. Nou, ik kom op plekken dichtbij waar het niet kan. Nou ja, het kan eigenlijk nergens bijna. Hij koos, als je in die hairpin dichtbij komt, dan gaat hij daarna gaat hij weer... Zet er aan je fucking back, man! Wat is dit nou weer? Ik had hem hier naar de binnenkant van de hairpin kunnen gooien, maar dat doe ik niet, want dan verpest ik ons boven bij de races, denk ik. Dat gewoon doen voor de kinderen, hoor. Ja? Beetje actie. Voor de kinderen, hè? Hier bij de hairpin, zeker. Hier bij de chicane. Ik hoor het als ding gooien. Ja. Ja, voor een mooie donatie. Doneer 69 euro en dan vind ik iemand zijn race. Nice. Dan denk ik zo richting de 9 penalties. Oké, de car behind is catching you by 5 tenths a lap. 5 tenths. Als je veel penalties krijgt, dan kan je goed eens kwalificeerd worden. Zeg het maar alvast. Ja, zoveel ga ik er niet krijgen. Ik weet niet hoeveel het er zijn precies, maar... Thanks, Bles. Het is echt bijna niet te doen inhalen hier. Het enige hoe ik kan inhalen is als Koos echt een fout maakt. Nou, die komt denk ik nog wel hoor. Ja, gewoon binnen op die blauwe vlag. Ja, ik kan ook wel hopen dat er nou nog weer een blauwe vlag komt, dat ik zo er even tussendoor snoep. Ik rijd eigenlijk in team niemandsland, hè. Ik heb voor me 20 seconden, achter me 20 seconden. Voor me is 1 lap en achter me is 1 lap. Oh, kut. Ja, baas boven baas, hè? Ah, ja, dit is mij, dat kan ik niet komen hier. Jezus, ja, want ik krijg hier een tijdpuntje van, man.
in front is 23.7 seconds. We hebben alles fout gemaakt. Ja, ik heb een spin gemaakt. Muurtje geraakt. Geen spaal over. Sterk. Nog op het podium. Het belangrijkste. Ja, dat klopt. Moet niet al te vaak meer doen, hè. Kom ik al heel kool bij. Ik raakte met mijn achterband het muurtje en ik spinde. Ah, daar bij de chicane na de tunnel. Chicane naar de tunnel, ja. Ja, die pak ik juist extra ruim, voor de zekerheid. Dit is wel echt een van de leukste dingen om te doen, zo, dit zo. Het al bijna, ik denk al wel 5 rondjes binnen een half seconde van Koos, maar... Ah, te veel schade. Daar moest ik even remmen. Ik denk dat ik bijna stil stond. Ik ook. Dat is goed. Sneer ik die extra pitstop. Maar ik zal vast zeker voor de goede keer moeten stoppen. Ik kan me niet voorstellen dat ik geen fouten meer kan maken. Ik had toch heel schattig door die spin. Ja, snap ik. Pas neer. Heb ik voldoende aan mijn banden? Want het is heel niet zo met die banden. Ja. Heb ik ondervonden bij skaten, dat was heel niet. Ja, op een gegeven moment heb je zo vaak van banden geweest dat je weer oude banden terugkrijgt. Hè? Dus ja, dan wordt het wel weer een probleem. Oh, hele vraag. Thank you. Top blast. Oh. De blast komt langs rechts, dank u. Ja, ik ga voor een nieuwe vleugel. Ah, kut, ik haat grasgas als. Oh, Koos, we hebben een target voor ons. Ik zie het, ja.
Hij komt elke keer opduiken. Denk je dat hij weg is? Is hij weer terug? Bij de tunnel smash? Ja. Dank u. Oh, sorry. Oh, raakte mijn keel. Jezus Christus. Blue avond, Helium Prime. Awesome. Nee, bij mij ook niet. Had ik dat ook niet van tevoren gedacht hoor. Ja, dat is het ook. Eén keertje je aandacht verslappen en het kan gezien zijn. Spectator mode? Ah, participate at any time. Hoe doe je participate dan? In de spectator menu moet je jezelf selecteren. Oké. Okay. In de spectator menu kan je... Oh ja, take control. Take control. Ik verwacht wel dat Niels en ik verwacht wel dat Niels en Raccoon Dog een plek even teruggeven aan me. Ik heb al wel weer een seconde zat en toch al duidelijk voor, maar of was je toen ook al weg dat toen ik je inhaalde? Nee, toen was ik al weg, man. Oh, oké, nou, dan begrijp ik het. Als we Caps mag niet in heeft gehaald. Nou, hij komt er bijna aan. Dus. Ja, dat maar je wel, jij rijdt een redelijk gelijke pace met hem volgens mij, want hij rijdt nu een paar seconden voor me en jij rijdt ook weg bij mij. Want je zit natuurlijk redelijk wel gelijke pace, maar... Maar ik zit in de lage 14ers. Ik ga zo meteen nog maar even een stop maken. Want... Ik ga sowieso dus nog een stop maken, hoor. Hoeveel procent zit je nu?
zit nu rond de 30. Ja, ik ook 22 tot 28. Heb ik nog... nog meer gele? Ik heb wel twee nieuwe gele, dus ik denk dat jij dat ook wel moet hebben. Nee, ik heb alleen softs. Wanneer heb je al die gele gebruikt dan? Ik denk dat ik voor meer softs ben gegaan. Oh ja, dat zou kunnen. Dat vond ik eigenlijk nooit. Ik moet zeggen, nee, ik ben nooit echt gaan kijken. Ik had hier toch wel een 3-stopper verwacht. Dus ik had zoiets van, nou, laten we dan maar de snellere banden pakken. Ja, ik ga op deze manier ook richting de 3 stoppen hoor, want ik heb dan heel vroeg moeten wisselen. Nou ja, heel vroeg moeten wisselen naar de hards. Die hards reden gewoon niet. Ja, daar had ik zwaar en toen ben ik gewoon naar de mediums gegaan. Want die pijn maar gewoon even gehad. Want die hards hele race door moeten rijden. Met schaar. Hoeveel rondje kan je op de soft hier? 25 of zo? Ja, zoiets. Ja, zoiets denk ik. Oh. Oh nee, ik zit heel even niet op te letten. Fuck! Nou, mijn hele frontwing ligt eraf. Hey, okay, smash. Hey, ja, die van mij ook. Ga op links, smash. Ja, zoveel voorvleugel heb ik ook niet meer staan. Oh, hier staat een... Dit is heel zuur. Ja, ik maakte ook een grote fout. Ik kom uit, accelereren laatste bocht, had ik een moment. Ja, en die kon ik gewoon niet meer corrigeren. Maak die curb zo maar aan de linkerkant. En toen accelereerde ik vol. En toen ging ik, ja, volledig naar rechts. Bij weg kunnen rijden. Geef hem maar voorbij. Nee. Ja, ik ga nu de pits in, dus wacht, ik hou wel een beetje in, zodat ik niet genaaid word. Nou, daar gaan we. Dat was jammer, man. Nou, ik ben er bijna, dus... Release. Nou, here you go. Oh, je hebt 9 seconden. Dan gaan we proberen goed te rijden. Je mag de tunnel blijven. Moeilijk zijn, nee. Ik denk dat ik nog een keer sowieso nog naar binnen moet. Maak ik wel een foutje of zo. Ik ben wel gek zo. Ja. Ik schrok hem even. Ik ging op deze punt. Ja, ik moest een beetje ver komen, ja. Thanks, Koos. Yo. Maar nou gaan we wel een probleem krijgen, want jij bent op die soft denk ik sneller. Ja, wat wil je ook doen dan? Ja, weet ik niet. Voorbij heel hard. Ja, ik wou net zeggen, dan moet je haast bijna wachten. Zodat ik een groot genoeg gat kan creëren. Jongens, ik ben echt vernederd. Oh, daar gaat je vleugel, of niet? Dat was inderdaad mijn vleugel. Ik gebruik wel even overtake ook. Laat ik wel even aanstaan.
Kom, langs rechts straks nog. Ja, dank u. Ga ik nog eens even pro-patrolisch aan de kant, want ik spin. Er wordt geen battle hoor, Niels, dat is, kan ik je wel vertellen. Natuurlijk wel. Mijn voorvleugel ligt gewoon in puin, gewoon. Ik ga er straks links langs, Smash. Yes, thanks. Was is strong. Nog niet met medium, is ook wat te doen. Toch? We gaan even kruipen door die bochten heen hier. Ja, mijn voorvleugel is gewoon helemaal kapot, dus ik ga ook niet binnen. Nee. Dus ik wilde die bocht wel iets harder door, maar dat ging niet. Ik kruip het nog op de Koen ook op deze put zijn. Smash. Caps aan komen rijden. Ik denk dat ze even door. Je hebt die RAF limiter bug namelijk bij mij. Nee. Ja. Gap to go in front is 27.9 seconds. Ik laat je op dit de main street en raad ik je er voorbij. Oh. Ik denk bijna. Ah, ik dacht, wat blijft hij nou? We leren bijna de muur in. Nieuwere banden zonder front wing damage, heerlijk. Dit is het moment dat ik mijn front wing natuurlijk kapot rijd, maar. Thank you. Ja, ik schakel hem weer terug naar de neutraal. Ik was gas aan het geven en toen schakelde ik hem weer terug op. Ja, dan heb je wielspin. Ja, toch, Dijker?
Zo voelt het voor mij om in de stad te rijden. Ik was net ingehaald geworden door caps namelijk. Zoveel gek harde rijdt hij voor ons. Hoe oud zijn jouw banden? Ik denk waarschijnlijk het dubbele van jou. I don't know. Minimaal 35 ronden op ofzo. Ik heb nu 22%. Ik zit nu vast achter Alpis, want ik ben sneller dan hem. Maar... Heeft hij geen rode band niet eens? Nee, mediums, maar ik heb wel heel nieuwe mediums. Nou, hebben we door. Ik blijf wel achter. Ik heb toch niks te winnen meer. Ik zit nog 40%. Ah, oh, oké. Ja, het probleem is, ik zit nog meer in rode en dan moet ik tot het einde halen. Ik kan nu niet meer binnen. Ja, ik kom net niet meer de banden, maar ja. Je mocht er wel voorbij zijn. Maar ja. Dicht rijden op de limiet. Je strategie aanpassen, dat gaat voor een meter, hè? Nee. Ga je naar binnen of ga je niet naar binnen, zo? Volgend rondje. Blijf ik daarachter heel rustig. Ja, de auto is nog wat te besturen, maar ik heb gewoon voor oude soft eronder plak. Tijd zat achter me. Ik toch vast achter Alvis. Ja, ik heb Alvis geen sneller dan mij. Ja, maar ik kan nog wel sneller dan dit. Weet je wat, Niels, gaat er subiet in de tunnel voorbij. Ja, dat is prima. Maakt niet uit. Is dit op mijn positie? Nee. Oh. Ik unlap hem zo meteen. Ik denk dat er voorbij de pits bijna zitten. Ja, ik stuur pas heel laat in, dat klopt, ja. Nou, nog niet dat voor de. Ja, 5% op de rode bandjes. Ik heb toen nog Niels met Q-dos gedaan, die had de rode banden, dus die heb ik gewoon voorbij gelaten. Of was dat Gundevil? Ja, voor mij Gundevil stond inderdaad. Ja. Het heeft gewoon geen zin. Het is heel ambetant voor die hele tijd pijltjes te zien. Ja.
twee weken geleden nog wel een mooie battle met Smashem om veilig te kunnen letten opzetten. Hm. Ah, Smash had dat natuurlijk ook niet zomaar toe. Nee. Nee, ja, zeker niet. Terecht ook, maar... Ik weet het niet meer. Geen actief herinnering. Precies. Verdrongen waarschijnlijk. Een bonnetje meer van, hè. En lekker in de DRS van Caps. Ja, ik kan links langs, Niels. Ja, goed. Thanks. Yo, thanks, Klaas. Ik moet alleen oppassen dat ik niet te hard insen nu met de rode bandjes. Ik heb veel meer grip. Raakt hij daar de wand? Ja. Ja, een overstuurmomentje daar. Dan kan ik er zo tegenaan. Ik zit al drie rondjes achter je, dat kan niet goed zijn. Ik heb deze manier eigenlijk toch... Oh! Ik moet zeggen, op deze manier had je toch een paar puntjes binnen Blast, maar dan staat hij weer tegen de muur. Ah, gewoon uitrijden op Blast. Meer hoef je niet te doen. 3 points. Ik heb constructeurskampioenschap. Ja, er moet ook nog maar één uitvallen, valt gewoon mee. En 10 pussies! Ik denk als we meer mannen op de baan hadden gehad, dat het een groot probleem was geweest. Dat denk ik ook, ja. Ja, enjoy, ik ga ze bieden in de pits. Schade. Ja, door, ja, ik kon niet voorbij. Ai. Ik kon niet voorbij Blastfire op een veilige manier. Dat was te smal. Dus ik remde en het was te laat. Ik had hem niet op tijd gezien. Maar ik kon niet in de pitch. Ja. Okay, at the current pace and fuel settings, we won't have enough fuel for the end of the race. Consider lowering the fuel mix. Ik kon die battle niet goed niet meer aan, want mijn rechterkant van mijn vleugel was al geel. Ja. Jammer, ik had al zin in ons het laatste gevechtje altijd. Ja, ik had er wel zin in. Maar het kan ook. Ik wou zeggen, er zijn nog aardig wat rondes te gaan en in Monaco kan alles. Het begin van de race was het allemaal niet. Wat je kunt halen. Ja, daarom. Ik had niet verwacht dat je na jouw pitstop, zeg maar, na die spin, dat je zo snel weer naar me toe zou rijden. Ja, maar dat komt gewoon door die nieuwe banden. Ja, want dat merk ik nu ook heel erg. De tire delta op nieuwe banden is echt heel erg veel, ja. Heel ziek. Ja, ik vind het raar dat als je maar één pitstop krijgt en ik heb het getest van de week.
En het is echt heel niep dat je één pitstop kunt maken, dat er niks gebeurt. Ze gaan er gewoon vanuit dat als je checkpositie hebt hier, dat je bijna niet in te houden bent. Maar ja, dan houden ze niet rekening mee dat je als je één foutje maakt, dat je al gezien bent dan. Want in principe als het overal gewoon, als je losrijdt, dan is een twee stop veel sneller, denk ik. Ja, zo vrije luchtafval, ja. En ook met 10 man is dat al veel beter te doen dan dat het met 20 man is. Ja, volgens mij in de league races was het soft en hard hier. Ja, klopt, maar dan heb je zoveel meer competitief, dus dan kun je niet zomaar even een pitstop maken. Dan zit je alweer meteen vast aan de andere natuurlijk. Ja, klopt. Daar maken ze veel minder snel een fout. Gap to car in front is 36.3 seconds. Gaan de krappen worden of ik dat met die gooi kan uitrijden niet? Jawel. Zijn het nieuwe of niet? Die heb ik op gekwalificeerd. Een paar rondjes. Die zitten nu op 21% achter. Die van mij rijden op 26. Ja, maar goed. Het gaat ze meer om dan straks op het einde van de race. Hè. Ja. Big smash. Oh, spannend. Ja, die lijn was ik niet gewend om te rijden in ieder geval. Nee. Oh, Sido. Kom dichterbij, jongen. Eentje bij beetje. Je hebt sowieso een betere band hebben, denk ik, aan het einde. Voor mij zijn de rijken wat langer dan dat jij erop rijdt. Maar ik zit op 17 achter. Ja, maar ik heb nu al in de 20%. Sowieso, je hebt mediums, hè? Ja, daarom die van mij die wear gewoon wat minder. Ik heb nog wel oude mediums gegaan. Maar ja, trekpositie, dat is alles. Ik ga er niet voorbij kunnen komen als jij geen fouten maakt. Als. En daarbij moet ik zelf ook nog een keer geen fouten maken. Zwaar? Ik vind het altijd ook gewoon mentaal vermoeid. Als het einde van zo'n Monaco, dan ben ik altijd op. Ja, tuurlijk man. Ik heb trek in de biertje zo. Oh. Ja, nee, ik ga zo nog weer Fault of Glass. Ik ga zo nog weer Fault of Glass. Maar ga je zo nog doen? Moest je hem nog afmaken of wat was het? Nee, we gaan hem nu gewoon nog een keer runnen. Er zijn een aantal gasten die gestopt zijn en die willen nu gewoon nog een keer runnen. Lekker. Ik ga van de week even beginnen weer met Destiny, man. Ja, stuur me een bericht als je nog wat hulp nodig hebt met wat power. Ja, is cool. Dat zal ik zeker doen. Is dit het moment om terug te keren, ja? Dat weet ik nog niet. Ja, even JJ vragen. Ja, een van de beste wapens van Destiny 1 zit er terug in. Ja, man. Ik wil zo graag de Vision of Confluence. Oh ja, dat ook. Ja. Hij heeft toch wel nog steeds een energy als...
als dingen, toch? Ja, het is een solo weapon. Oké, maar ook als primary, toch? Ja. Ja, nou ja, dat zit nu gewoon in die tweede slot, hè. Dat is gewoon, dat hebben ze nu helemaal anders gedaan natuurlijk. Oh, dus je hebt niet meer het voordeel van de eerste keer? Nee, niet per se. Ja, toen was dat heel speciaal, maar dat is tegenwoordig is dat gewoon normaal geworden, zeg maar. Maar de raid is wel leuk. Ze hebben op een paar manieren gewoon veranderd. Waardoor het nu wel wat meer, sommige accounts duren wat minder lang. Orgels duurt minder lang, maar je moet wel wat meer communicatie hebben. Dus het is iets. Uiteindelijk wel iets lastiger, maar wel iets meer compact geworden. Dus ik ben er wel blij mee. Klinkt goed. Oh, shit. Godverdomme. Ja, ik zie Nielsen nog steeds niet voorbij, hoor. Ja, ik ben in twijfel. Ik heb net een halve vleugel afgetikt. Oeh. Even kijken hoe die rijdt. Ik heb net ook wat schade opgelopen. Die rijdt er nog zonder schade. Ik heb momenteel. Ik heb nog geen schade opgelopen. Ik ben echt een machine hoor, als je dat kunt. Blast. Oh, ik ben in de fiets. Oh, okay. Ah, valt nog mee te rijden. Drama Queen. Ah, toch maar opnieuw bandjes halen. We're very low on fuel. Trying to shift up through the gears earlier. It may help save more fuel. Nog gaan wachten op caps, anders dan kom ik niet uit met mijn fuel. Dat is wel een goeie. Gewoon niet wachten, joh. Nou, ik hoop niet dat ik mezelf zo weer in lab met caps, maar dat zal wel niet gebeuren, denk ik. Thanks. Yes. Okay, gap ahead is 59.8 seconds. Dus kun je Niels om te even ophangen. Blijf, jongen. Team orders, hè? Team orders. Ja, maar ik zit hier. Ja, hou maar even nog op. Voor jullie zit ik. Ja, dankjewel. Ik ook op de fuel is at target minus one. Let's turn the engine down, please. Hey, Niels, moet ik nog iemand voor je ophouden, zo? Oh ja, ik zie hier een Sido voor me. Huh. Ik hoorde net ook gespaard, iets dat bij dat... Dat het bij het andere team ook gebeurt. Dat moet kunnen, toch? Ja, lijkt me moeilijk om die slechte te doen, die hairpin. Ik denk dat er een afstelling in mijn stuurtje echt verkeerd staat. Ik kan hem gewoon echt niet verder krijgen, terwijl ik bijna full frontwing ook heb. Je zat ook elke keer wel heel dicht tegen de muur aan toe, kacht hier. Ja, ik krijg hem echt niet eruit, hoor. Het is echt bidden, gewoon elke keer of ik het ga redden. Ik moet elke keer bidden dat ik geen stick drift krijg, want dan ben ik ook klaar.
sometimes. Thanks. Ik zit nu achter Siddo en begrijp het te glijden voor zich. En ik heb kramp in mijn voet. Krijg je toch voor elkaar? Ik heb de lampje niet vastgekomen. Ja, ik heb een schouder die me aan het vermoorden is op het moment. Hey, je hebt Niels op de healer. Ja, precies. Je wordt nog even zweten richting het einde. Het zijn er 5 rondjes. Moet wel lekker. Een paar verrotte banden. Dat kan niet anders dan fout gaan. Denk ik. Persoonlijk. Ik durf niet te kijken hoeveel slijtage ik al heb op mijn banden. Dat bedoel ik. Ja, nee, dat gaat niet meer goed komen als je niet kijkt. Dan ga ik er echt naar rijden, namelijk. Ik heb 49 linksachter, dus ik denk dat jij net iets minder hebt tussen. Ja, is goed. Zolang ik de tire indicator nog niet aangaat, is niks aan de hand. Geen warnings betekent gewoon dom doorrijden. Ja, precies. Dit is zo'n gevaarlijk stukje zo achtervol. Toen stond ik dwars. Ja, heel erg weg. Vader of niet? Nee. Over dwars hier en geen schade? Wauw. Oh. Nou, ik zei het toch, daar komt hij op. Die kost als een kip bij, ik dacht, hoppa, daar gaan we. Snel. Ik raakte net de binnenkant aan. Het enige wat ik voor nu voor ongepast is dat ik op twee warnings zit, volgens mij. Ja, maar ik ga toch pitten. Je valt niet meer mee te rijden nu. Quinto zit er onmiddellijk achter me. Ja, je hebt voor de tijd. Ik kan zo nog een keer de pitten als je wil dat. Nou, dit was een lekkere recovery drive. Zo, terug naar vierde plek. Nou, nog langs mij zo meteen als je doorrijdt. Oh, dat blijft. Thanks, Blast. Green flag. Deze softs zijn echt op hier. There's 5 laps of fuel remaining.
Yep, thanks. Maar weg. Thanks. Oei, 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 ik zweet me kapot, man. Ik zou meteen gewoon onder de douche in gespringen, hoor. Ja, dat weet ik wel zeker. Denk het ook. Rondjes nog. Eén na de zit in de voorlaatste. Allee, ah, lekker. Ik ben blij als ik hem straks uit heb gereden. Kom je halen hoor. Nog maar 49 seconden. Ik heb alweer 3 seconden erbij geplakt. Dus. Oh, jezus. Nog veel minder. Hij gaat hard, hè. Hoe vaak heb je ondertussen gepit, Blaas? Heel vaak. Nou, daar gaat hij weer. Kan beter dan. Ja, toch de skate tactiek, hè? Drive to survive, hè? Ja, ik ben daar. Dan krijg ik wel de tire warning, maar één rondje moet nog wel lukken. Ja. En op 60% heb je kans dat je een puncture krijgt. Ja, we zitten nou ja, je kunt hem nu uitrijden gewoon, toch? Ja. Het is, het is nog een half rondje. Ik zou gewoon een beetje de Ferrari. De Ferrari is te halen. Gefeliciteerd, Caps. Thanks. Ben jij dan meester vandaag? Dank je, Blastfire. Vierde plekje. Nou, vind ik knap met de controle, hoor. Dat is eigenlijk dus niet. Oh, ik heb ik schrik me kapot, jongen. Ik heb echt last van mijn ogen, man. Ja, ik heb echt super droge ogen. Super. Opperste concentratie is deze race, man. Maar wel echt heel vet als je hem goed in de ritme krijgt, dan is het zo vet de baan te rijden. Ja, zeker weten. Ja, precies. Maar er wordt er wel wat van je gevraagd, hoor. Ja, dat zeker. Ja, en de rest van de mensen die niet op zijn komen daar, om de shitlist. Zeker. Precies. Wat was er nou weer met Haan dan? Geen idee, hij zit op 5M. Ik zag weer dat hij 5M weer op zijn staat. Oh, 5M? Die dag waarschijnlijk. Ja, dat is van GTA, ja, dat oh, play. Oh, Jezus Christus. Oh, drive of the day, enjoy! Gefeliciteerd, man. En Caps, gefeliciteerd. Oh, 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 nee, daarna ga ik geen Final Fantasy 14 meer doen, jongens. Geen brood. Ik ben echt kapot, man. Fucking hell. Ah, was een mooie race. Ah, hey, jammer van die, crash. Wat zeg je? Jammer van die crash. Ja, de ja, ik weet echt niet wat er aan de hand was. Maar nu ben ik ook de recording kwijt van de race, dus dat is wel kut. Want die plaats ik altijd op YouTube achteraf, maar... Ja, klopt zo. Ja, dat is een beetje jammer, maar oké, het is wat het is. Maar crasht die hele PC of alleen het spel? Nou, het spel stond stil, maar ik hoorde jullie praten. De chat ging gewoon door, maar de chat hoorde mij niet, jullie hoorden mij niet. Heel weird. Ik heb dat één keertje eerder gehad, maar... Ik denk dat de graphics driver is gecrashed, zo hoor. Oké. En ik denk dat tijd wordt voor een interview met Blast. Blast, hoe voel je nu na die twee punten? Ja, geweldig jongens.